Ja! Ja! Oké, wacht even. Dat Ambiorix werkelijk bestaan heeft. Maar moet dat wel? Voor ons is Ambiorix werkelijk een held. Hij bepaalt voor een groot deel onze trots en onze mentaliteit. Hij leeft. Ja! 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 Wij, het nieuwe, het leven zoals het was. Ja! En Ambiorix, is het nu daadwerkelijk waar dat hij zo'n modieuze helm met vleugeltjes heeft? Ja, natuurlijk is dat waar. Waarom zou dat niet zo zijn? Allee, wie zijn die dommerikken, die onnozelaars die dat verzinnen dat wij een punthelm droegen? Ja, wij zijn geen kabouters. Ja, inderdaad. En is het zo dat die modieuze hoed, dat die de vijand de stuip op het lijf doet? Ja, dat is zo. Ja. Ten eerste, hij stond gewoon al ontzettend prachtig. En anderzijds, ja, de vijand vloog er meteen vandoor omdat ze dachten dat ik boven hen kon vliegen en dan zo achterna kon gaan. Ja, dat was heel handig. Het is natuurlijk jammer dat Keizer daar geen passage uit zijn boek heeft gewijd aan uw hoed. Ja, hij was gewoon jaloers omdat hij maar gewoon een borstel op zijn hoofd heeft en ik twee vleugels. Dat is... Ambiorix, bedankt voor uw komst naar deze leerzame documentaire. Ja, graag gedaan. En nogmaals, moest ik mijn helm niet thuis vergeten zijn, ik had hem graag gekocht. Ik had hem graag gezien. Bedankt. Anna. Het gevaar! Ja! Ja! Los! Sint! Schaap! Los! Schaap! Ja! Hey! Mannen, ik heb een idee! En niet doen lachen, jij. Ja. Ja! Ja, inderdaad, ik snap het. En joeg het de vijand schrik aan, die vleugeltjes. Ja, ten eerste, het stond gewoon al heel beeldig. En ja, anderzijds, de Romeinen die sloegen meteen op de vlucht. Ze vlogen er vandoor, want ze dachten dat ik zelf over hen kon vliegen. En dan zo met keien gooien. De voedselvoorraad van de Eberonen. Oh! Mannen, ik heb een idee! Ja!
Waarschijnlijk zullen we nooit kunnen bewijzen dat Ambiorix een held is. Maar bestaan heeft. Oh, fuck. Oké. Okay. Dat is niet... Waarschijnlijk zullen we nooit kunnen bewijzen dat Ambiorix werkelijk bestaan heeft. Maar moeten we dat wel? Voor ons is hij een volksheld die onze trots bepaalt. Hij leeft. Wow!